we hebben uiteraard Martin gezien met een sensationele bijdrage. Daar gaat helemaal niemand meer overheen. Hoeveel seizoenen Eretribune wij ook nog gaan maken. Dat ene fatale, prachtige, strakke schot telt voor eeuwig. Wie heb je bij, Helen? Fatia Demir, toch? Dahir. Ja, dat is wel lastig. En je komt uit Breda, je zit op de opleiding Sport en Bewegen. Ja. En wat wil je uiteindelijk met die opleiding? Ik wil fysiotherapie gaan worden. Oké, dus je gaat nog een stapje verder maken. Ja. Mooi. Je zit zelf op voetbal, waar? Ja, Medias in Breda. En dat gaat goed? Ja. Top. Wat is je specialisme? Linksvoor. Linksvoor. Alsjeblieft, deze voor jou. Ja, beter dan één, dat gaat je echt wel lukken. Dus ja, je gaat spelen voor Kaatsen. Je kan er twee winnen. Of misschien wel 4-2 voor welke wedstrijd volgende week? PEC tegen AZ. Waarom PEC? Omdat ik een wedstrijd van AZ wilde zien. Oh, oké, leuk. Nou, PEC AZ. Ga je gang, we gaan aftellen. Dus je speelt voor twee kaarten, misschien straks voor vier, let op. Ja, klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Voorheen is dat natuurlijk Sios en voetbalse 25, supergoed. Ja. Twee kaarten krijg je dus voor die wedstrijd PEC AZ. En wie gaat daar overheen? Frits, die redt Frits. Frits is een topvorm. Nee, dat red ik niet. Je bent superstark. Ja, je moet er meer dan één, Frits, je hoeft er alleen maar meer dan één, hè? Vier kaarten. Hey. Kom hier staan. Wacht, even mijn veten vastmaken. Frits, veten meer dan één, hè? Wacht even. Ja, ik wacht op je. Je kan stoppen. De veter is los. Het is toch 11 uur? Ja, ik ga ijsstation. Ja, klaar? Ja. Laat ja. Gaan. Die wil alle ballen in zijn handen krijgen, hè? Slim met het hoofd. Dank
dankjewel. Keurig, Frits. Ja, 4 kaarten voor jou. Mooi gedaan. Pek AZ. Dankjewel. Gefeliciteerd. Met wie ga je? Met mij. Ja, Zelfde Wanneke. 22.